laatste thema is het thema duurzaamheid, dat zal door Sebastiaan van Terpen worden toegelicht. Een levenskrachtige stad wil gezond blijven. En dat is duurzaamheid nou net. Want met een duurzame en toekomstvaste financiële huishouding kun je de toekomst aan. En dat wordt de komende jaren een hele forse kracht zien sparen. Wij willen met u nodige durf deze moeilijke vragen aangaan. We hebben daar een nieuwe visie voor, u heeft nu van net gehoord. Want bezuinigen en innovatie gaan wat ons betreft hand in hand. Het durven kiezen voor echte oplossingen is nodig om ook in de toekomst vitaal en duurzaam te blijven. Want enkel duurzame oplossingen hebben de toekomst. Dat betekent dat wij van alle maatregelen en alle besluiten de sociaal-economische, sociaal-culturele, economische en ecologische samenhang in beeld hebben. Zodat al die keuzes ook verantwoord zijn en in balans zijn. Iedereen met gezond verstand zal dat onderschrijven. Want met afschuiven of verwaarlozen ben je op de duur altijd duurder uit. Want wij gunnen Amersfoort een gezonde en duurzame toekomst. En dat geldt op alle terreinen, ook op financiën. Om gezond te blijven gaan wij gelijk de uitdaging aan om in deze periode 20 miljoen structureel te gaan bezuinigen. En dat zal niet makkelijk worden, maar wij willen die uitdaging aangaan en onderstrepen vanaf het allereerste begin. Dat is het doel, daar gaan we voor werken. Er zijn nog meer voorbeelden van wat betekent gezondheid en duurzaamheid nou eigenlijk. Dat betekent ook gezond omgaan met de ruimte die we hebben. Wij zetten bewust in op functiemenging en geven meer ruimte aan ruimtelijke ontwikkelingen en gaan zorgen voor een vermenging van wonen en werken. Om ZZP'ers meer, bijvoorbeeld om ZZP'ers meer ruimte te geven. Of om meervoudig ruimtegebruik veel makkelijker te maken. De heer Vogels refereerde er net al aan. Duurzaamheid betekent ook knopen doorhakken. Juist in die balans tussen ecologie, economie en sociaal-cultureel. Dat betekent dat wij de westelijke ontsluiting van onze stad wezenlijk gaan verbeteren qua doorstroming. Met respect voor ecologische waarden en dat we de besluitvorming daarover binnen deze periode willen afronden. Aan de andere kant betekent dat ook dat wij voor wat betreft het Elisabeth-terrein voor een iets andere invulling kiezen van wat is nou eigenlijk budgetneutraliteit. Wij hebben besloten de budgetneutraliteit op het niveau van de stad te trekken. En dat betekent in concreet ook dat het Elisabeth-terrein naar dat ziekenhuis betrekt geheel groen zal blijven. Dames en heren, dit zijn enkele voorbeelden langs de lijnen wat volgens ons duurzaamheid betekent. Duurzaamheid is een kernwaarde en samen met verbondenheid en slagvaardigheid is dit de essentie van onze visie. Wij denken hiermee de toekomst aan te kunnen.